De huurfietsen van MacBike zijn al jaren een begrip in de stad, maar door financiële problemen is het voortbestaan onzeker. Eind jaren 80 reden ze voor het eerst door Amsterdam. It's too crowded, I think. Oh, sorry. We don't know the rules. No. Yeah. But we will learn them today. Ongeveer 2 weken geleden liet de directeur via een interne mail aan zijn personeel weten dat niet iedereen op tijd kon worden uitbetaald. Het terugbetalen van de coronasteun is het grootste probleem, zegt de directeur. En als de Belastingdienst geen uitstel geeft, is het volgens hem einde verhaal. Jos Lauwman is de oprichter. En hij is niet meer aan zet binnen het bedrijf, maar krijgt nog wel veel mee. Ik zou het natuurlijk heel vervelend vinden als het failliet ging, vooral voor de mensen die er werken. En persoonlijk ook, omdat het natuurlijk ook heel lang heel goed is gegaan en het ook een beetje mijn kindje is. Lauwman zag met het allereerste fietsverhuurbedrijf van de stad een gat in de markt. Ja, we begonnen met 15 vouwfietsjes uit Joegoslavië. En inmiddels hebben ze 1500 fietsen. Ik begon dus met mijn beste vriend uit Oostdorp. We begonnen met 0 geld. Ja, dat wil zeggen, ik had geloof ik iets van... Dus in guldens geloof ik 12.000 gulden van mijn ouders geleend. En hij ook van zijn ouders. En dat hebben we ook binnen een jaar terugbetaald. Dus we waren echt enorm succesvol al in het begin. Maar het bedrijf was na al die jaren zonder grote concurrentie niet helemaal voorbereid op andere spelers in de markt, zo vertelt Lauwman. Gewone concurrenten, dus mensen die ook beginnen. Maar ook hotels die eigen fietsen hebben. En we hebben ook heel veel last van de zogenaamde deelfiets. Het te laat uitbetalen van personeel is dan ook niet ongebruikelijk voor MacBike. Elke winter hebben we hetzelfde verhaal. Elke winter verhuur je geen fietsen en je doet wel investeringen. Het grote verschil met de laatste jaren is dat we ook geen geld hebben om te investeren. De directeur laat weten dat het personeel voor de maand maart is uitbetaald en dat hij denkt dat er ook genoeg geld is voor het salaris in april.